Hi, I'm Martin Bukelo. I'm a postdoc at the University of Wageningen, and I'm following the Citizen Project in Amsterdam. We're actually here in Nieuw-West, which is a near suburb of Amsterdam, and the electricity grid in this area had once been equipped with sensors for a previous research project, which made this the ideal area to assess the impact that batteries might have on energy flows in the electricity grid. We're here to talk to Angar, who is one of the participants in the project. So let's ring the bell. Hey Martin, come in. Thank you. Hi. Hi. Have you taken a kopje thee? Ja, lekker. Kun je me ondertussen vertellen waar je voor het eerst over dit project hebt gehoord? Ik denk dat ik in eerste instantie al gelezen had in de krant over het project. Dat het bestond, dat er onderzoek naar werd gedaan. En later kreeg ik een soort van flyer in de bus met nog meer informatie en het verzoek of ik mee wilde doen. Toen heb ik me opgegeven voor de informatieavond. Want ja, ik vind het een erg leuk project en ik doe er graag mee. Oké. Dus en toen hebben we elkaar voor het eerst gezien. Ja, juist. U zei net dat u het een leuk idee vond. Kunt u dat toelichten? Ja, ik vind het leuk. Het heeft iets te maken, denk ik, met het idealisme. Hoe kan ik mijn steentje bijdragen om de wereld beter te maken? Mm. En ja, ik heb ook wel iets met techniek. Met technische zoon, die net zo enthousiast is als ik voor het project. Mm. En om op die manier mee te helpen, laat maar komen. Ik vind het goed. Oké, ja. Wat hoopt u voor het einde van het project? Waarmee zou het wat u betreft geslaagd zijn? Ik zou het heel leuk vinden als met dit project de informatie opgehaald kan worden om het uit te breiden naar een groter gebied. Dus dat er voor jullie echt iets te leren valt, iets te verbeteren valt. En ik zou het zelf heel leuk vinden als aan het eind van het project de accu blijft hangen. Mm-hmm. En dat ik dan mijn eigen accu heb waar ik gebruik van kan maken. En het mooiste zou dan nog zijn, maar ik heb begrepen dat er waarschijnlijk niet in zit, dat als wanneer de stroom uitvalt, de accu gewoon blijft draaien. Ja, ja. Nou, dan ben ik helemaal los van de energiemaatschappij en wat de energie betreft helemaal zelfvoorzienend. Nou, dat is een leuk idee. Ja. Waarom is het een leuk idee? Waarom het een leuk idee is? Mm-hmm. Ja, heeft een beetje iets tegen de maatschappij schopperig. Van die kan ik lekker zelf. Dat idee. Dat klopt natuurlijk niet. Maar het is leuk als je jezelf die illusie kunt geven. Ja. Ja, alleen de zon. En meer hebben we niet nodig. Nee, ja. Ik ben nu wel erg benieuwd naar de batterij. Zou je hem nu kunnen laten zien? Ja, tuurlijk. Hij hangt in de berging. Okay. Kom maar mee. Goed. Kijk. Daar is dit hem. Is de batterij. Okay. Ja. Hij is nogal groot, dus ik ben heel blij dat hij hier geplaatst kon worden. Omdat in de meterkast past het niet echt, maar zo is het een perfecte oplossing. Heb je samen met de installateur overlegd over waar die terecht moest komen? Klopt. Er werd eerst een soort van schouw uitgevoerd. Ze zijn het hele huis door geweest. Er was een optie om hem boven, waar de omvormen van de batterij hangt, om hem daar te plaatsen. Dat werd toch een beetje krap. En uiteindelijk is ervoor gekozen om hem hier te hangen. En vanuit de meterkast is via de kruipruimte een verbinding gemaakt. Mm-hmm. Dus ik heb helemaal verder nergens last van. Okay. Het is keurig gemonteerd. Okay. Nou, dit is hem. Mooi. Kunt u uitleggen wat de batterij gaat doen? Voor zover ik het heb begrepen, gaat de energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen en die niet direct gebruikt wordt in dit huishouden, opgeslagen worden in de batterij. En op het moment dat ik een vraag heb voor energie en de zonnepanelen niet leveren, dus 's avonds als ik thuis kom, dan wordt de energie uit de batterij gehaald. Daarnaast zijn alle deelnemers in het project, die zijn met elkaar verbonden. En wordt er ook gekeken naar het moment dat de energie die opgeslagen is in de batterijen, dat die tegen een goede prijs teruggeleverd kan worden aan de energiemaatschappij. Dan zal dat gebeuren. Dan wordt dus de energie uit de batterij teruggeleverd aan het net. En
op het moment dat er een vraag is van een huishouden of een van de deelnemers uit het project, dan wordt er weer de stroom van het net gehaald. Verwacht u ook dat u uw verbruik gaat aanpassen, dat u uw apparaten op een andere manier gaat gebruiken? Nee, dat denk ik niet. Ik probeer nu al zoveel mogelijk de wasmachine en de droger. De droger gebruik ik sowieso niet veel. Okay. Maar als ik hem gebruik, het liefst overdag. Als ik thuis ben, de zon schijnt. Dat zal niet veel anders worden. Oké, nee. Okay, fijn. Bedankt. Zouden we de zonnepanelen nog eens mogen zien? We kunnen ze bekijken, maar we kunnen niet het dak op. Daarvoor moeten we dus even naar buiten. Oké, daar liggen ze dus. Ja, derde huis van de hoek. Dat is mijn huis. En je kan net de zonnepanelen boven het dak uit zien komen. De voorste panelen zijn zichtbaar. Die liggen ook een beetje in een hoek. Ik weet niet of alle panelen onder dezelfde hoek liggen. Maar dat is in ieder geval zichtbaar. De buurman hier heeft ook zonnepanelen. En die zie je dan weer minder, omdat ze waarschijnlijk platter liggen. Oké, fijn. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tot ziens. Joep.